Hallo homeboys en homegirls. Ik sta in deze vlotte pose. Echt super vlotte pose. Om je alweer te verwelkomen bij Linde, want daar ben ik nog altijd. Thuis, in mijn kot. Ik ben hier, ik blijf hier en ik maak hier video's. Dat is een beetje het principe. De komende dagen, weken, maanden. We zien wel hoe lang het duurt. Het lijkt me nog altijd het verstandigst om binnen te blijven. Hoe het hier gaat vandaag, top. Dus te zeggen, ça va wel. Ja. Met de puzzel gaat het vlot. Die vordert. Ik heb gisteren toch alweer dit stuk gelegd. Je kunt ermee lachen, maar dat is echt, dat moet ik echt eens zeggen, dat is echt een heel moeilijke puzzel. Dat is een puzzel zonder voorbeeld. De puzzel is eigenlijk wat je ziet uit het perspectief van deze gekke ruiter. Die haar rug zie ik hier. Niet voor een prikken. Maar ik heb deze dagen al zoveel gedacht aan mijn vrienden en kennissen, mijn kinderen. En eerlijk, ik benijd ze niet. Want ik heb het op mijn eentje al kei moeilijk om hier alles geregeld te krijgen. Laat staan dat hier ook nog 1, 2, soms 3, 4 kinderen aan uw hoofd zijn aan het zagen met van alles. Ja, zijn ze heftig, dat is waar. Dan denk ik, maar help nu toch eens mee. We zijn allemaal een beetje opgedraaid. Ik wou vragen, hoe is het met u, maar ik zit aan uw gezicht. Ik heb net naar mijn vrienden gestuurd. Ik denk dat ik nog sneller doodga aan heel de dag videocallen en kinderen bezighouden dan aan corona. En toen dacht ik, ik moet helpen. Dus ik heb mezelf en mijn lichaam... Dat is dus thuiswerken, hè. De vaatwas loopt af. Moment. Dus ik dacht, hier moet ik iets aan doen. Ik moet helpen. En ik heb mij en mijn lichaam ter beschikking gesteld van de jeugd. Stop. Spelletjes time. Met tante Linde. Yay! We nemen allemaal een grote slok water. En dan proberen we zo lang mogelijk naar elkaar te kijken zonder dat er water uit onze mond komt. We spelen het grote uitdagingsspel. Ah ja, dat vind ik een goeie. Wacht, hè, moment. Hè. Ik ga een dier zeggen en jullie moeten een dier verzinnen met de laatste letter van mijn dier. Dus ik heb envelop 1, envelop 2 en envelop 3. Sardientje. Wauw. 1, 2, 3. 5 minuten om je om cirkels te verkleden. Deze jaren een hoed. Nee, geen hoed. Is het een vrouw? Nee. Bilstank? Bilstrank. Aap. Panda. Goeie. Toekan. Heeft de jaren een bril? Hoeveel wasknijpers krijg jij op jouw gezicht? Kom aan, het boom. Acht, negen, tien. Wat heet die van jou, Theo? Oh, ja! We hadden die ook! Ja! Doe het zoveel mogelijk. Truien aan. Zalig! Kankerlak! Je hebt gewonnen! Goed spel, hè. Ik heb net naar mijn vrienden wat foto's gestuurd om te zeggen dat we dit ook gewoon moeten beginnen doen met onze kinderen onderling eigenlijk. Dag schatties. Als jullie nog eens een spelletje willen spelen, laat maar iets weten, hè. Ik ben er, hè. Hak is hier van de dam, hoor. Dank je. Doei. Bye. Love you.